Dat wij weggingen of dat de geliefde wegging? Ik ben een keer 3 maanden weg geweest, maar toen kwam mijn vriend me af en toe opzoeken. Dus ook niet heel baanbrekend. Ja, ik ben nu een serie aan het filmen in België. En ben dus weg van Benja en van onze baby. Dat vind ik wel heel ongezellig. Ik ben voor mijn studie ben ik 6 maanden naar Turkije gegaan. Dus dat was prima, maar ik wil niet langer dan een jaar weg zijn. Ik heb mijn liefdesleven is echt heel saai. Dus ik kijk ook zo weg. Ja, ik heb niet echt heel veel stories. Nee, ik ben juist zelf heel erg van lekker settelen en op één plek blijven. Saai. Ja. Waar ik voor een film het liefst heen zou willen? Goeie vraag. Dat vind ik lastig. Waar zou je naartoe willen? Een straatje verder is wel goed. Nou, laten we dan gewoon lekker Brazilië doen of zo, of Cuba. Zweden? Spanje of zo. Mexico lijkt me tof. Canada lijkt me ook mooi. Of Japan? Ja, vakantie. Nee, ik ben van huis/muts. Ik wil niet zo graag weg. Mijn carrière speelt zich toch wel af in Nederland. Ik verwacht niet heel erg dat de buitenlanders op mijn steenkolen Engels zitten te wachten. Onze lieve vriendin Evi, also known as Katja Herbers, die is er nu niet. Die zit nu in Amerika. Ja, ja, dat vind ik wel een hele goede plek. Ja, dat is een lastige. Ja, zeker. Ik zou zeker voor de liefde verhuizen. Ja, ik heb gelukkig ben ik verliefd geworden op een Amsterdammer, dus ik hoef niet heel ver te gaan. Zelf ben ik in Spanje geweest met de liefde, maar ook in Duitsland. En ik vond dat allebei goed, omdat je met de liefde op een plek bent waar al het andere wegvalt. Ik geloof dat een mens alles zou doen voor de liefde. Als je echt iemand leuk vindt, dan kijk hoe ver mensen gaan, dan valt verhuizen wel mee, toch? Als ik verhuis, dan voor de liefde. Eerder nog dan voor werk. Ja, moet het wel echt hele harde liefde zijn. Hè? Hardcore liefde. Ik zou helpen dat hij in bed en zo. Ja, daarvoor zou ik het wel doen. Ja.